gewonnen vandaag met 4-1. Je moet tevreden zijn over je spel zoals dat nu vandaag gespeeld is. Ja, nee, zeker. Ze hebben het heel goed gedaan. En nu zit wel een keer de eerste kans, hè, gelijk raak, met de Noord- en Oudshoorn. Dat heeft ons dit seizoen partig gespeeld. Hè. Je kan ze niet, jezelf niet belonen. En vandaag doe je dat wel. En dan zie je ook hoe een aardig ploegje wij hebben. En daarnaast, wat ik voor de SBL al aangaf, is dat je maar één speler mist. Dat is Jeffrey. En de rest ben je gewoon compleet. En wij, als wij compleet zijn, dan kunnen wij ook een ploeg verslaan in de derde klasse. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dit is de tweede keer dit seizoen dat je compleet bent op eentje na. Dus dat zegt eigenlijk alles. Goed, Rijnland moet ik zeggen, was niet super gemotiveerd. Die hebben natuurlijk een toernooi gehad vandaag. Maar jullie hebben daar uitstekend van geprofiteerd. Ik vond jullie gewoon verdedigend, goed bij de les. Gebruik maken van de snelheid van de voorste mensen. En gewoon een heerlijke pot voetbal neergelegd hebben. Nou, dankjewel. En dat willen we ook graag het publiek ook daarin vermaken. Alleen ja, we zitten nu eenmaal in een fase waarin we gewoon moeten winnen. Dat hebben ze gewoon heel goed uitgevoerd. Goed degelijk, met veel ruimte. We wisten dat er veel ruimte achter hun laatste linie zou komen te liggen. Ja, als dan 1-2 keer de rust aan de bal bewaart. Hè, dat heb ik wel met de drinkpauze in de eerste heb ik dat aangegeven. Dat je meer rust, meer de bal in de ploeg moet houden. En als één goede steekbal loopt, alleen de keeper af. En dat hebben we denk ik goed gedaan. En je ziet dat die 1 en die 0-2 die valt. Ja, gelijk 0-3 in de rust, gelijk doorgaan en snel die 0-3 maken. En toen zag je dat het gespeeld was. En dat Rijnland iets dacht van, we gaan lekker naar het toernooi toe zo een lekker biertje drinken. Maar dat vond ik niet zo erg. Die 3 punten zijn nu het belangrijkste. Het is jammer dat Van Nispen heeft gewonnen. Maar we leven nog. En ik lees overal op sites, ook bij jullie onder andere en op andere sites, dat wij degraderen. Vind ik alleen maar mooi. Kan ik hem mooi in de kleedkamer ophangen. Iedereen gaat vanuit het Bernardus. Dus ik kan het mooi bij die gasten neerleggen. Dat is alleen maar voer voor ons. Niemand heeft het over Van Nispen. Maar zij moeten volgende week naar Altior. En ik ken die trainer goed. En ik weet gewoon dat zij hun sportieve plichten gaan doen. En wij gaan er volgende week alles aan doen om RKDS te verslaan. Ja, het zal nodig zijn, want die achterstand van 2 punten, die staat gewoon nog overeind. Ook al heb je dan vandaag gewonnen, en dus wat je al zegt, Van Nispen ook, maar het blijft die 2 punten achterstand. Dus ja, het wordt wel billenknijpen volgende week dan. Nee, maar goed, het was natuurlijk al, de situatie was natuurlijk al nog een stuk minder eigenlijk. En je ziet gewoon, ik vind het nog knap dat wij tot de laatste wedstrijd, dat we gewoon nog leven. En we hebben nog steeds kans en ik heb er vertrouwen in dat we dat kunnen realiseren. Zeker als je het hele seizoen onder loep neemt, met veel jongens die geblesseerd zijn geraakt, jongens die afwezig waren. Ja, dat kunnen we gewoon heel moeilijk opvangen. Je hebt vandaag zelf gezien, dan ben je bijna compleet. En dan heb je gewoon een heel aardig ploegje. Ja, absoluut. Als ik naar jullie resultaten kijk, dan zie je, het valt mij op dat je thuis wat minder goede resultaten haalt dan uit. Denk jij een oorzaak of is dat toeval? Ja, ik heb denk wel een oorzaak, maar ik weet niet of het voor de kaart. Ik denk dat ons veld te groot is. Het veld te groot? Of kunstgras te groot? Ik denk dat wij hebben een heel groot veld. En als je hier kijkt, deze is 8 meter van in de breedte korter. Ja, als je tegen goed voetballende ploegen speelt, in de derde klas zijn wij vaak voetballend de mindere. Ja, dan is de ruimte zijn heel groot om te belopen. Dus de tegenstander heeft vaker de bal, dus je zal veel meer. En dat kost meer kracht. Ik denk dat dat een reden kan zijn. Maar ook weer dat compleet zijn. Hè. Thuis, als we ook compleet zijn, dan hadden we ook meer punten gepakt. Dus daar ben ik heilig van overtuigd. Goed, nou ik vind het wel een verrassende reden als je die opgeeft. Maar je zou zeggen, daar wen je toch aan dan. Maar of heb ik dat verkeerd? Ja, nee, maar vorig jaar ben jij vaak de betere ploeg. Alleen nu de ruimtes zijn groter. En je ziet dat hier de ruimtes kleiner zijn. En dan zie je ook wat je aangeeft met verdedigen. Ja, dan is het ook makkelijker om te verdedigen. Om het compacter te houden, om de ruimtes klein te houden. Op eigen helft scherp en goed te verdedigen. Maar het belangrijkste reden is dat je compleet moet zijn om resultaten te boeken. En volgende week zijn we compleet, hè, want we hebben vandaag geen domme gele kaarten gepakt. We zijn niet meegegaan in het schoppen, zeg maar. Dus dat hebben ze hartstikke goed gedaan. En volgende week compleet. En ik heb er gewoon veel vertrouwen in dat we volgende week 3 punten kunnen gaan pakken. Goed, de topscorer van vandaag is Glenn Valk. Die viel geblesseerd uit. Ernstig of weet je het nog niet? Nee, Glenn die het hele seizoen al met blessures. Dat is onder andere een van die spelers die zo belangrijk voor ons kan zijn. Maar Glenn, dit is denk ik zijn 9e wedstrijd die bij ons speelt dit seizoen. Ja, hij heeft zoveel kwaliteit, alleen hij heeft hele zwakke knieën. En hij heeft 1 tikje erop en het is gelijk een paar weken dat hij rustig aan moet doen. Dus ik ben al lang blij dat ik hem vandaag na een uurtje heb laten spelen, 2 keer gescoord, gelijk naar de kant kon halen. Ook naar volgende week toe, want hij is gewoon ontzettend belangrijk voor ons.